Hey kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. De vorige keer hebben wij deze half afgemaakte koeienstal hebben we gemaakt en die gaan we vandaag ook afmaken. Ik heb al een paar voorbereidingen gedaan, ik heb alvast een paar hekjes gemaakt. En ik moet alleen straks nog even birchwood moet ik straks alleen nog even hakken, want daar heb ik niet genoeg van. En dan kunnen we hier in ieder geval de koeien kunnen we hier laten vestigen, zodat wij binnenkort leer hebben voor onze boeken. En ik zie dat we eigenlijk te weinig hekken hebben, maar ja, maakt niet uit, maken we er zo weer een paar bij. Even kijken, heb ik daar nog hout voor? Ja. En als het goed is, moet hier ook ergens een crafting table staan, toch? Oh nee, niet meer. Nou, dan maken we die wel even. Hup, doe even van birchwood, want ik ben te lui om helemaal die kant op te lopen. Zo. Moet er straks toch birchwood hakken. Dus die daar, die daar, die daar. Zo. Een paar hekjes erbij. Niet zo heel veel hoeft. Die kunnen we het even afmaken. Dit halen we straks ook eventjes weg. En de gras word ik ook helemaal gek van. Zo, hup. En dan daar. De water even weghalen, hup. Zo. Die. En hup, kom. Zo, waar is mijn schep? Daar is mijn schep. Zo, dan halen we dit eventjes weg en dan gaan we die koeien even deze kant op lokken. Klinkt heel raar, maar het is toch echt zo. Hier kunnen ze wel eventjes door. Zo, wheat bay. En kijk, we hebben er eigenlijk maar twee nodig. En die schapen denk ik dat die ook meegaan. Dus dan maken we die schapen even af. Hebben we ook weer een beetje eten. Die schapen hier, die hoeven toch niks meer. We hebben daar allemaal schapen in het hok. Dus dat hoeft deze keer niet. Ik dacht dat er een hek stond, maar dat was een grijs paard. En ik zag trouwens dat het bijna donker wordt. Dus jij gaat met mij mee. En jij gaat met mij mee. Zo. Kom maar, dames. Nee, niet gaan dansen. Gewoon met mij meelopen. En dan kun je wachten. Koe, kom. Hup. Toe dan, voor donker moet je thuis zijn. Het wordt bijna donker, kom. Hallo, koe. Ja, goed zo. Ik heb zijn aandacht, ik wou net zeggen, hij wou niet luisteren. Daar moeten we heen. Kom, gewoon voor donker thuis zijn, kom. Mama vindt het niet fijn als je niet voor donker thuis bent. Nee, dat is natuurlijk een grapje, hè. Kom, is niet zo moeilijk om daardoor heen te komen. Kom. Of moet het twee breed zijn, niet toch? Zo. Hup. Oh shit. Ja, doe maar. Kijk, hij gaat vrijwillig het hek in. Zag je dat? Of het hok in. Dit hek in, het hok in. Zo, even dit dichtmaken. Hebben we iets meer ruimte hier? Hup. Hup, 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 hup. Doe even zo. En laten we ze even hun dingetje doen. Zo. Veel plezier. Die even weg en die weer terugzetten. Anders snappen we de koeien natuurlijk. Gaan we eerst even slapen. Hup. En dan gaan we denk ik even een soort van begin... Hey, skeleton. Wat doe jij hier? Gaan we eventjes slapen. Dan gaan we denk ik eventjes een klein stukje van ons standbeeld gaan we even afmaken. Ja, jou zag ik ook wel hoor. Dag. Zo, lekker slapen. Houd de deur dicht voordat iemand binnenkomt. Ik denk dat we niet kunnen slapen. Oh, toch wel. Ik hoorde een zombie. Dus. Zo, gaan we lekker slapen. Even wat eten. Oh, zag je dat? Bukt een beetje. Die hebben we nodig. Skeleton in het water, die neemt een bad. Zo, en dan maken we even een gedeelte af. Oh, heb ik mijn schaar bij me? Ja, nou, dan gaan we ook direct even weer daar naartoe. Dus dan blijven we aan het lopen. Zo, en dan kunnen we in ieder geval een klein deel van de standbeeld kunnen we afmaken. En dan gaan we denk ik hier eventjes... Pardon. Gaan we hier eventjes mee verder. Oh, trouwens, het dak moet ook nog op. Dat doen we eerst. Even de schaapjes even scheren. Zo. Die, die. Hup, hup. Nee, dat pakte ik niet op, toch? Oh, toch wel. We hebben nog meer blauwe schapen. Ja, daar is er nog eentje. Zo. Hup. Dat ging snel. Zo. En dan gaan we even het dak op. En dan maken we even een gewoon een plat dak. Net als bij de schapen daar.
Zo. Ik heb een beetje last van mijn keel. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb een beetje last van de keel. Hier kunnen we nog wat planken van maken voor de 28. Dat is niet genoeg, maar dat maakt niet uit. Wat doe ik nou weer? Die moet ik hebben. Ja. Zien jullie wat ik zie? Als ik hier nou, want ik wil hier natuurlijk ook een randje, maar dat is hier ook, maar dan zit het dak aan elkaar vast. Dus dat doen we niet. Dus halen we dat zometeen allemaal weg. Hebben we ook weer wat extra hout. Dat scheelt ook weer. Hup. Zo. Hup. Ze moet natuurlijk wel een dak boven het hoofd hebben, hè? Want anders ben je niet goed voor je dieren. Die. Halen we even het randje weg. Pakken we straks allemaal op. Anders zit het dak aan elkaar vast en dat is natuurlijk niet mooi. Even hup, naar de andere kant springen. Hier is ook nog een randje, want er zit helemaal een randje omheen. Dus dat halen we eventjes weg. Maar het moet natuurlijk wel gelijk zijn naar het andere gebouw, hè. Zo. Hoppakee. En dan schiet het er mooi op. Hebben we al een paar kleine gebouwen, hebben we al. Binnenkort gaan we lekker enchanten. We zijn al level 13. Ja, dat wordt binnenkort natuurlijk veel meer. Dan gaan we, ik denk dat we de volgende aflevering misschien ook wel even onder de grond gaan. Een paar diamonds proberen te zoeken. Maar daar hebben we ook, volgens mij ook niet zo heel veel meer. Van een stuk of 5 of 6 hebben we er volgens mij nog. Maar dat weet ik niet zeker. Zo, even alles oprapen. Hup. Even helemaal om het dingetje hierin. Jij moet mee en jij moet ook mee. En nu blijven liggen. Ik dacht, wat vliegt daar? Maar dan was dat blokje daar. Zo. Hier omhoog. Oh, die schapen die maken zo'n lawaai, hè. Niet te geloven. Die. Ping. 1, 2, up. Up. Zo, ik denk dat we alsnog niet genoeg hebben. Maar ja, dat maakt niet uit. Zo, zo, zo. En dan maken we nou het dak maken we dicht. Niet op die manier. Hup, hup, hup. En ook niet op die manier. Zo houden we natuurlijk nooit geen blokken over. Als we zo gaan werken. Hup, 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 hup. En dan die en die. Halen die twee ver, zetten we die neer. En dan halen we even wat extra birchwood. 1, 2. Er staan hier wel een paar bomen. Dus die kunnen we mooi omhakken. Zo. En ik denk dat ik ook andere uploadtijden ga doen. Want ik wil eigenlijk altijd om 12 uur wil ik het altijd online gooien. Maar ja, dat lukt mij niet altijd. Want dan of dat duurt het renderen hartstikke lang. Of dat duurt het verkleinen van mijn video's duurt weer hartstikke lang. Dus ik denk dat ik een andere tijd ga doen. En ik denk dat het 1 uur of 2 wordt. Een hele kromme tijd. Of 1 uur of 3. 3 uur is een mooiere tijd dan 2 uur, hè. Het is nu 10:15. Maar ja, dan moet straks nog bewerken en gerenderd worden. En weet ik veel wat. Dus dat heeft niet zo heel veel nut als het dan nog om 12 uur online moet komen. Ik probeer het wel altijd. Zoals gisteren City Skylines, dat heb ik zaterdag opgenomen. Dus die is wel gewoon om 12 uur online gegooid. Want zondag had ik het ook heel druk. Moest ik ook heel veel werken. Ik heb nou lekker 2 dagjes vrij, maandag en dinsdag. Dus nu maandag en morgen ben ik ook lekker vrij. En daarna gaan we weer, 's morgens gaan we weer aan die arbeid. Moet ook centjes verdienen, hè. Hebben we hier nog een paar birchwood en we hebben echt eten nodig. Hoeveel schapenvlees hebben we? 5. Is niet heel veel. Maar we hebben het wel nodig binnenkort. Want anders hebben we geen eten meer. Dat we binnenkort lekker op het avontuur gaan. Dat we weer wel gewoon een kant oplopen en dat we vanzelf ook kijken waar we naartoe gaan. Maar ja, dat, als jullie willen... ja, ik vraag het gewoon aan jullie... Wat willen jullie wat ik de volgende keer ga doen? Lekker onder de grond gaan, naar diamonds zoeken? Of willen jullie dat ik op avontuur ga samen met jullie? Dat we gewoon een kant op lopen en dat we gewoon kijken waar we uitkomen? Laat maar weten in de reacties. Lijkt me hartstikke leuk. De hele tijd hier ronddurpen is ook wel leuk. Maar ja, op een gegeven moment denk je van... Ja, zullen we een keer wat anders doen? Weet je wel. Dus laat maar weten in de reacties wat jullie willen wat ik de volgende keer ga doen. Of iets bouwen of zo. Kan natuurlijk ook. Maar ja, we hebben al zoveel... projecten lopen, dus moeten we maar even kijken hoe we dat gaan doen. Hup, 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 hup. En als ik mag stemmen, dan zou ik eigenlijk het liefst op avontuur willen gaan. Dat we gewoon één kant op gaan lopen en af en toe even onder de grond. En dan gaan kijken wat we tegenkomen.
Dat lijkt mij hartstikke leuk. Jullie niet? Maar ja, jullie mogen natuurlijk weten, hè. Oh, ik dacht, dat is eentje te veel. Zo. Volgens mij hoor je ook altijd mijn muis klikken. Dat is ook wel irritant. Maar binnenkort wil ik, denk ik, een nieuwe microfoon halen. Volgende maand een keertje. En als het goed is, hoor je dan niet steeds... dat geluid. Ja, deze microfoon is dan ook... het is beter dan de vorige die ik ooit heb gehad. Een van mijn allereerste video's. Ik raad aan om die niet te kijken. Wat jullie misschien nog wel gaan doen. De allereerste aflevering van Minecraft. Daar ben ik nou heel... saai. En toen was ik ook net begonnen. Waarom loop ik eigenlijk hier naartoe? Toen was ik net begonnen. Dus ik vond het zenuwachtig. Of ik was zenuwachtig. Ik vond het spannend en zo, weet je wel. Maar goed. Op den duur leert men, hè. Zo, dan gaan we hier weer eventjes naartoe. Hup, hup. En dan maken we hier dit weer even af. We hebben wat wol gepakt. Dan moeten we even kijken hoe hoog we dat eigenlijk willen doen. Want mijn L moet er natuurlijk ook in staan. Hè? En mijn kraag moet er ook in staan. Dus laten we... hup. Kijken of we dit nog een beetje verder kunnen maken. We hebben hier niet genoeg voor, dat weet ik. Hier is geen water in de buurt, hè? Nee, dat was het niet. Even kijken, die moet zo. Die moet daar en die moet hier en daar. Zo. Kijk, hij is nou, even kijken, van de afstand kijken hoe hoog die is. Ik denk dat er nog 2 of 3 lagen bovenop moeten en dat het dan ongeveer wel goed is. Want er kan L er mooi in. Maar die zit natuurlijk, 1 of 2 blokjes zitten tussen. Dus anders kunnen we even kijken of we die L er alvast in kunnen maken. Laten we dat maar eens doen. Hoe lang ben ik bezig? 12 minuten. Oh, we hebben nog wel eventjes. Zwarte wol, dat heb ik nog. Gaan we eens eventjes kijken. Dan doen we denk ik 1 blauw blokje ertussen. Denk ik. Ik denk dat dat het mooiste is. Zo. Kijk, dan doen we... even kijken. Die. Ik weet niet... oh. Oh ja. Foutje. Ja, er moet nog eentje bovenop. 1, 2, 3. Ja, klopt wel. Gaan we eventjes van de afstand bekijken. Kijken of het er mooi uitziet. Maar op de achterkant moet het natuurlijk ook. Hè? Dus dan kunnen we dat ook direct eventjes doen. En als we naar mijn achterkant kijken. Er staat ook een L. Zie dat? Zo. Van een afstand wouden we bekijken. Kijken hoe dat eruit ziet. Of er nog een laag bovenop moet of iets dergelijks. Hij staat te ver naar rechts. Hij moet eigenlijk eentje naar links. Hij staat net niet in het midden. Ik weet ook niet of ik het wel goed heb uitgerekend. Als het goed is, wel. Dit gaat weg. Ja, dat had eigenlijk niet weggehoeven, maar... hier moet de L komen, zo. Daar. En dan deze weg, de schaar. En dan die. Kijk, ik denk dat dit er beter uitziet. Denk ik, hoop ik, vermoed ik. Deze weg. Dan gaan we nou eens even kijken van een afstand. En ik denk dat dit eigenlijk te mooi uitziet dan dat we net hadden. Of is dat nou iets te ver naar links? Maar ja, dat kunnen we dan helaas niet veranderen. Kijk, zo ziet het er veel beter uit dan net. Hartstikke goed. Nou, moeten we ook nog aan de andere kant. Moeten we eventjes naar boven. Dan moeten we even die andere... hoe heet dat? Die andere stukken wol moeten we even pakken. Zo. Up. Kijk, hier ligt nog allemaal wol. Die gaat ook weg. Kijk, dan maken we dat gewoon hier. Hier tegenover. Maar dat moet natuurlijk wel die kant op staan, hè. Dus moet net in spiegelbeeld. Even kijken. Er moet er dus eentje tussen. Dus dan moet dat... hoe hoog? Eentje. Hier. Zo, dan komt hier dus. En er zit daar ook eentje tussen. Hartstikke goed, dus dan moet dat hier nog. Kijk, en dan nog zo. 1, 2. Toch? Er zit eentje tussen, ja. Kijk, en dan moet dit ongeveer kloppen als het goed is.
Schappen we eventjes hier naar beneden. Blauwe wol en bruine wol voor mijn been. Of voor mijn broek, hoe je het ook wil noemen. Hup. 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 Gaan we eerst verslaven en dan gaan we eens kijken of het er mooi uitziet. Zoals komt er weer een creeper en die vindt het leuk om alles op te blazen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kom op, eten. Zo. Hup, 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 hup. We hadden de deur niet dicht gedaan, maar ja. Is niet zo heel erg. Zo. Gaan we eens eventjes kijken of het mooi is gelukt. Ik hoop het wel namelijk. Kijk, die Els ziet er mooi uit. En dan ook nog even aan de andere kant. Ah, zie ze allemaal lekker fikken. Zo. Kijk, dat ziet er toch mooi uit. Huh? Oh, hij moet nog eentje langer, zie ik. Zien jullie dat ook? Hij moet nog eentje langer. Dus gaan we eventjes naar boven. Kijk, deze moet... Waar is mijn schaar? Niet naar beneden, donderluis. Die weg, die weg, die weg. Kijk, er moet nog eentje omlaag. Zo, en dan moet ik zwarte wol hebben. Die. Kijk, zo moet die worden, denk ik. Oh! Ik wist dat het zou gebeuren. Zo. En dan die weg. Zo, en dan moet hier de blauwe wol komen. Gaan we even opvullen. Kijk, zo hoort hij. Zo, dit eventjes weg. En dan ben ik 16 minuten bezig en dan vind ik het denk ik wel mooi geweest voor vandaag. Zo. Eventjes weer van een afstandje bekijken. In de woestijn. Hop. Kijk, ziet er toch gaaf uit. Vielen jullie niet? Hartstikke goed. Zo, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival. En zoals ik in het begin van de video zei, of in het midden, wanneer het ook was. Als jullie wat willen wat ik doe in Minecraft Survival, zet het dan in de reacties hier beneden. Dat we de volgende keer op avontuur gaan, dat we de volgende keer onder de grond gaan. Ik wil onder water zeggen, maar goed. Die fakkels moeten nog op en klooster moeten nog op, maar ja, dat kan binnenkort nog wel. En ja, laat maar weten wat jullie willen. Dat we lekker een kant op gaan lopen, dat we wat tegenkomen, weet ik veel wat. Dat we onder de grond een beetje gaan durpen, weet ik veel wat. Laat maar weten in de reacties. Als jullie dit een leuke video vonden, doe dan eventjes een duimpje omhoog voor mij. Lijkt me hartstikke leuk. En dan hoop ik dat jullie een reactie achter willen laten wat we de volgende keer gaan doen. En dan hoop ik dat ik jullie ook de volgende keer weer zie bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. En dan gaan we lekker verder in onze wereld. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Kalm!